sportieve geluid van de Haagse regio. Sportsignaal Radio. Jan Geven, voorzitter bouwcommissie en bestuurslid RKDO. Staat hier bij mij op mijn papiertje. Klopt dat? Nou, binnen de bouwcommissie hebben we nou niet echt een voorzitter aangewezen. Ik ben nu eigenlijk in het kader van deze calamiteit ben ik eigenlijk naar voren gestapt, ook als bestuurslid, om nu de kar te trekken. Met name ook omdat bestuurslid die accommodatiezaak in zijn portefeuille heeft langdurig ziek is. Dus zodoende ben ik even naar voren gestapt. Ik heb wel een jarenlange ervaring als voorzitter van de bouwcommissie binnen RKDO. Maar dat is wel de normale bouwcommissie, toch? Niet een bouwcommissie zoals het nu is. Nee. Dus we hebben een normale bouwcommissie die altijd alert is op dingen die verbouwd moeten worden of aangepast. Onderhoud. Ja. En nu komt dit weer bij, terwijl we eigenlijk met heel andere dingen bezig waren. En bezig willen zijn. Ja precies. Klopt. Ja. Wat zijn de taken van de commissie? Wat moet er allemaal gebeuren na de brand? We hebben een plan van aanpak gemaakt met de projectgroep. En daar is heel snel de bouwcommissie ook bij geparticipeerd. We hebben natuurlijk gezegd van laten we proberen zo snel mogelijk datgene wat nog intact is, laten we dat weer zo snel mogelijk in gebruik nemen. Dat betekent dat we vanuit de bouwcommissie hebben gekeken van wat is daar minimaal voor nodig. En dat zijn eigenlijk weer de belangrijkste veiligheidsissues. Dus dat gedeelte wat we in gebruik nemen moet weer brandveilig zijn. Moet vluchtveilig zijn. Het moet gewoon weer veilig zijn voor gebruik. Nou, dat hebben we geregeld. Nu. Met de brandweer uit deze regio? Ja, nou, dat is veiligheidsregio Haaglanden. Ja. Ja. En die hebben jullie erbij geholpen? Of is deskundigheid het zelf wel? Nou, die deskundigheid die hebben wij behoorlijk zelf in de bouwcommissie. We hebben een oud brandweercommandant ook in de commissie. Dus ik zit zelf beroepsmatig in de bouw. Dus de deskundigheid hebben we wel. Neem niet weg dat je natuurlijk altijd in overleg met het bevoegd gezag, zoals dat dan zo mooi heet, uiteindelijk goedkeuring moet krijgen om te doen wat je wil doen. Mij vertelt dat jullie best wel goed verzekerd waren. Ik kijk hem even aan. Ja, dat klopt. Ja. Toch wordt er een inzamelingsactie op gang gekomen. Waar wordt dat geld dan aan besteed? Nou ja, waar we niet voor verzekerd zijn, zijn tijdelijke voorzieningen. Nou ja, we hebben dus hier nu de sporthal tijdelijk ingericht. Daar hebben we heel veel donaties voor gekregen. We hebben ook een aantal materialen hier zelf in eigendom. Maar die vloer hebben we bijvoorbeeld moeten huren. Dat is niet verzekerd. We willen zometeen. Met de vloer bedoel je het tapijt wat er ligt? Het tapijt, ja. Okay. Ja. We hebben nu één kap, want we hebben eigenlijk vier kappen in ons clubgebouw. Drie zijn er zodanig beschadigd dat we die de komende maanden niet in gebruik kunnen nemen. En de vierde kap kunnen we in gebruik nemen, maar het oppervlak daarvan is veel kleiner als hier. Dus we hebben eigenlijk deze week ook besloten om er een tent bij te gaan plaatsen. Ja, die moeten we huren en daar zijn we dus niet voor verzekerd. Dat is een soort tent wat tegen de gevel aan wordt gezet. Ja. Waardoor je eigenlijk een soort uitbouw creëert. Ja. Ja. En wat meer ruimte maakt voor de kantine. Precies. Het is nu nog winter. We hebben een mooi terras. Maar dat terras gaan we nu even overkappen en bij het clubgebouw trekken. Okay. Hoe lang denk je dat het gaat duren dat het hele clubgebouw weer staat zoals het eigenlijk hiervoor was voor de brand? Nou, ik was, voordat ik hier naartoe kwam, net bezig om een planning te maken. En zoals ik er nu naar uitkijk, dan zouden we, verwacht ik, 1 augustus weer gereed moeten hebben. Ervan uitgaan. Dat is ook een nieuw clubhuis. Dat ook, Nou ja, kijk, we hoeven het op dit moment niet meer te slopen als nodig. Hè. Dus we weten dat er een gedeelte het dak eraf gaat en de vloer moet eruit. Maar dat gaan we herstellen. En met een beetje goede wil en de medewerking van een aantal bevriende aannemers, denk ik dat het moet lukken om 1 augustus klaar te zijn. Tenzij wij op het idee komen dat we een aantal dingen anders willen als dat we hadden. Nu zijn er een heleboel initiatieven, hè, van kennis, hè, de bouwcommissie, maar ook van geld, sponsoring, vragen, mooie woorden. Hè, die zullen er ook wel gekomen zijn, dat is ook nog wel niet allemaal aardig. Ja. Maar we hebben het nog niet gehad over de gemeente Noorderpijnak. Nu krijgen we straks Bernard Minderhout, de wethouder van onder andere sport hier. Ja. Wat heeft die tot nu toe gedaan?
Nou, daar heb ik geen contact mee gehad. En, in die het viel even stil, merkt je dat? Ja, daarom stel ik je vraag ook. Het enige weet ik dat... ik heb wel een contactpersoon bij de gemeente. Gaan die vraag ook aan hem stellen, hoor. Dat lijkt me heel verstandig. Dan gaan we ook Michael Leef van een RKT horen. Ik heb tot nu toe eigenlijk te maken met vergunningverleners. En daar heb ik wel gemerkt dat men ons absoluut ter wille wil zijn... om zo snel mogelijk datgene te doen wat wij... graag willen om weer operationeel te zijn. Maar je verwacht dat een wethouder van onder andere sport... in deze kleine gemeenschap, want we hebben het toch over... al komt hij hem leven om belangstelling te tonen... dat hij even langskomt, even een praatje maakt... de mensen een riem onder het hart steken, hart onder de riem steken... even de dingen, deze kwalificatie kwijt. Ja, is dat helemaal niet gebeurd? Nou ja, de wethouder weet ik niet. Ik weet wel dat de burgemeester is natuurlijk bij onze bijeenkomst geweest... op 8 januari. Dat was natuurlijk buitengewoon sympathiek. Wat wij gaan uiteraard, maar dat is iets meer ook voor het bestuur, deze zaak evalueren, ook met de gemeente. En hier proberen toch ook weer lering uit te trekken. Dat we volgend jaar, al is het maar met een gerust hart, kunnen gaan slapen met oud en nieuw. Ja, het eind van het jaar hebben we weer 31 januari. Ja, precies. Maatregelen zijn er genomen. Nou ja, dan reizen ze een paar keer langs met de politieauto of zo allemaal. Ja, ja. Ik denk dat voor de oudejaarsavond die eraan staat komen, hebben we gelukkig nog wel zo'n 11 maanden te gaan, dat toch andere maatregelen moeten worden, zou ik bijna zeggen. Nou ja, goed. Volgens mij moet je dat ook niet direct heel zwaar aankleden. We hebben ook een hele actieve activiteitencommissie. En het lijkt mij een fantastisch initiatief om op oudejaarsavond maar een activiteit hier in het clubgebouw te organiseren. Zodat we bij wijze van spreken zelf een oogje in het zeil kunnen houden. Gewoon een oudejaarsfeest organiseren. Bijvoorbeeld. Desnoods hier in die sporthal. Nou ja, nog meer mensen worden. Dat je ik wil niet zeggen dat het nou de eerste keer meteen zo druk zou worden. Maar je weet het niet. Je weet het niet. Ik bedoel, al doen we oud-Hollandse spellen of we doen voor de jeugd iets anders. Maar misschien moeten we gewoon zorgen dat we hier zelf zijn op... En wel om 12 uur gewoon lekker een eindweg van dit clubhuis. Zie je vuurwerk? Ja, waarom niet? Hè? Ja, ik vind het wel een... Ik vind het wel... Nee, maar we kunnen allemaal bij de pakken neer gaan zitten. Maar dat moeten we niet doen. We moeten gewoon, zoals we ook de laatste weken hebben laten zien, gewoon door. En wel zorgen dat we dat dit niet weer gebeurt. En er waren al maatregelen in voorbereiding. Die gaan we nog verder uitzetten. Kijk, we hebben met een open sportpark te maken. Dat heeft zijn voor's en zijn tegens. Ik zou bijna zeggen 20 uur van de 24 uur per dag voldoet het helemaal. Ik was hier van de week ook door de week een paar keren. En dan zie je altijd jeugd op de velden voetballen. Dat is precies waar het voor bedoeld is. Dat is fantastisch. We hebben alleen 4 uur in de nachten. Ja, dat er dingen gebeuren die wij eigenlijk niet willen. Dat komt allemaal goed. Het wordt weer een schitterende accommodatie hier. En waar mensen gewoon eigenlijk nog beter dan het was. Ongetwijfeld, ongetwijfeld. Iedereen zal weer met veel plezier terugkomen naar ons herstelde clubgebouw. Als slot, stel je voor, jullie gaan een feestavond organiseren op Oudejaarsavond. En dat wordt natuurlijk ook een beetje op Nieuwjaarsdag. Want dat wordt na 12 wordt wel even voortgezet. Is het misschien een idee om die feestavond in tweeën op te splitsen? Want als ik zie hoe groot deze sporthal is, kan je hier best wel een paar artiesten neergooien. Ja. Ja. Ja, dat kan zeker. Hè. We hebben nu de helft ingericht als clubgebouw. Ja. We hebben ook eens in de twee jaar een medewerkersavond. We hebben gelukkig nog heel veel vrijwilligers, dus volgens mij moeten we het doek wel af en toe al wat verder hangen als in het verleden. Maar ik heb ook wel eens gezegd van een beetje goede artiest lijkt me fantastisch. We hebben één keer hier in het verleden, weet ik niet meer precies welke, maar een muziekkapel gehad die een concert gaf. En die gaven ons zelfs nog een compliment voor de akoestiek ook. Deze sporthal hebben we zelf gebouwd met deze bouwcommissie. En daar kregen we zelfs een compliment voor de akoestiek. Dus ja. Ik zeg dat omdat ik nogal wat artiesten ken die best wel zullen willen optreden in zo'n hal als dit. En dat levert ook nog aardig centje op. Precies, denk ik. Precies. Maar een idee. Peil eventjes de mening van de wethouder straks ook. Lijkt me een goed plan. Het sportieve geluid van de Haagse regio. Sportsignaal Radio.